Ik ben Hooligan, hij is hier in Eindhoven. En ik loop zomaar tegen Fons Jas hier. Ja, ja. Kijk ja, eens. Ja. Hij is weer paraat met zijn foto's. En wat ga je doen eigenlijk vandaag? Ik ga de foto's zetten. Ik ga iedereen op de foto zetten. De foto krijgen ze gelijk mee. Alle vechters erbij. En de fans uiteraard. Heel wauw, ja, jullie horen het. Hè? Dus het is echt de moeite waard om ook gewoon naar dit soort dingen toe te komen. Daar weet je in ieder geval van. Je weet, er staan leuke dingen toch? Gaat goed komen. Ja, hey, top. Hey. Ja, hey. Fijne dag. Plezier. Hey, Hooligan 070. Kijk eens, kom je gewoon even Julie Kitsen op tegen. Dat is echt een dame die heel erg goed uit de voeten kan. Hi Julie. Hi. Hi, I'm Hooligan. Nice to meet you. It's nice to meet you. Yeah, it's nice to meet you. You're more beautiful in reality than I saw you in the ring. So, oh my god. Thank you. My wife gonna kill me. okay, how do you see this event for the big league that we're gonna fight? Oh, it's massive. It's gonna be such exciting fights throughout the year. I can't wait. All the fighters, they're very aggressive. They're always hungry to win. So you get them in the ring fighting for this huge amount of money. It's gonna be fireworks. It's gonna be fireworks. Yeah. We expect fireworks. So yeah, and you are also gonna present it on the Enfusion Live television together, yes, with Finny. Yes, there will be a new Enfusion platform coming very soon where you can watch all the footage, all the shows. So definitely look out for that. It's gonna be amazing. It's nice. Thank you for your time, Julie. And well, we speak each other a little bit more, yep, on the tournaments. No problem. Okay, thank you. Bye bye. Er zitten hier gewoon twee schandalen alleen maar in de telefoon. Ongelooflijk. We zijn de slimste aan het. Ongelooflijk. De slimste. Ai, daar ben ik goed in, jongen, altijd. Echt? Voor de tv. Oké, okay, nee, wacht even. Wacht even. Dan ga je een vraag geven. Wacht. Open deur. Noem vier klassieke Nintendo computerspellen. Ja, Zelda, Super Mario. Oh, Zelda. Ja, die is goed, Super Mario. En dan heb je ook nog, even kijken. Duck Hunt. Duck Hunt ook nog. En wacht Donkey even, Kong. Is er nog eentje. King Kong. Ja, Donkey Kong. Donkey Kong, ja. Was die van, ja, die was van hun, hè? Nee, even serieus, alle vier goed. Ja. Nog. Deze seconden, kijk. Die heeft 6 rondjes gereden. Die stond het op een duur. Oh, dat is een lijk. Mooi, jij weet. Kijk eens. Kijk eens, we hebben we daar nog Aziz. Salam alaikum, alles goed jongen? Alhamdulillah, sowieso broer. Mashallah, hey broer, alles goed? Ze gaf hallo Hooligan. Hoe gaat die jongen? Hey, wat Mickey. Kijk wie we daar hebben. Dat is de oude man, daar heb ik echt respect voor. Hij slaat me nog steeds wat onverdiend. Hij gaat ook een keertje 3 minuutjes tegen mij sparren natuurlijk. Hè. Broer, wel lief voor mij zijn. Hè, want, hey, wat. Sowieso. Ik ben niet zo goed, hè, dus, maar ik durf wel broer. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, met u ook? Goed, top. MashaAllah, kijk eens. Top. Kijk eens wat heb je vandaag voor entourage bij je. Kijk eens. Hey. Hey. Jongens, zeg even hallo. Hallo. Hey, we gingen eerst even wat lekkerheden voorbij. En toen kwam er natuurlijk in één keer je tijd voor me. En kijk eens, ik ben Mo. Hey, aan mij, manneke, hoe gaat ie? Hey, je weet zelf, zo. Ja, je weet jongens, je moet een beetje lachen. Heb je zin in jongens? Zeker. Ik heb een paar goede vragen voorbereid, echt waar. Ja? Hey, wa. Ja, maar die ga ik straks wel stellen. Kijk, zie je? Hey, je weet zelf, dus ik hoop weer op goede acties natuurlijk. Ja, zo. Kijk, deze kale koppen. Geen antwoorden, gekke vragen. Hey, wa. Van gekke mensen. Ja, maar er moet er eentje zijn, hè? Sowieso. Maar één gekke mensen ben jij. Kijk, hey, wa. Ja, maar goed. Wacht even. Ik moet zeggen, iedereen die ringen gaat, is gewoon gek, broer. Zo. Alhamdulillah. 3 minuten staat ook gewoon met hem. We gaan met 3 minuten een keertje spannen. Jij wilt? Sowieso, broer. Het komt helemaal goed. Kom je bij mij in mijn club? Want België is ver van mij, man. In mijn club de naam. Bij mij zijn we. Alhamdulillah. Kijk, zie je, hij staat, mensen. Hij staat. Binnenkort zie je met vechten tegen onze hooligan. Hi, sorry hoor. Hi.
3 minuten. Zeker worden in de bijzet of bekijk het op een vlog. Je weet zelf, original Ben Mo. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Alles goed? Alles goed. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Met jou ook. Ik heb een Rashid Show. Waarom zoek je de Rashid Show? Ik heb een Zoals jullie weten, organiseren wij 17 september de eerste ronde van de Infusion League. We zijn zeer verheugd om dat te mogen doen met Infusion. De tweede ronde zal plaatsvinden in Groningen. We weten van Lazar dat hij echt wel met de top kan meten. Heeft afgelopen februari heeft hij dat voor zijn doen minder gedaan. We weten allemaal dat hij normaal stijgt in zijn rondes. De conditie is bij hem, ondanks zijn uiterlijk anders zou voorspellen, zou je zeggen, sta je toch te kijken als die jongen gewoon iedere ronde knalt en de vijfde ronde nog beter is dan de eerste. Afgelopen editie is dat niet geweest. We hebben wat bloedonderzoeken bij Lazar laten doen. Wij hebben duidelijke dingen gevonden waarom hij niet de Lazar was zoals wij hem kennen. Dus voor Lazar gaan we wederom. En wij gebruiken dat absoluut niet als smoes richting een Wilnis. Wilnis is een topvechter. We willen niks afdoen aan zijn prestatie. Hij heeft gewoon super gedaan en zeer terecht gewonnen. Maar Lazar gaat februari weer terugkomen en dan gaan we iets anders van hem zien. Den Haag, ook een hele trouwe partner van Infusion. Samen met de gebroeders Boustati. Ibrahim, wat kunnen we bij jullie verwachten? Blijven we in Den Haag? Gaan we ergens anders heen? Wat wordt het? Nou, we zijn momenteel druk bezig met onderhandelingen in de gemeente Rotterdam. Rotterdam is jarenlang niet mogelijk op gaten organiseren. Wij hebben een opening weten te vinden. Houd ze in de gaten. We hebben in december bij een gala. Wellicht misschien nog in Rotterdam. En voor het gala in april hebben wij weer een hele mooie matchmaking staan. We wachten weer af op de heren tot zij de matchmaker bekend hebben gemaakt. En dan gaat het voorbij zijn. En dan beloof ik jullie weer een matchmaking waar jullie allemaal van gaan smellen. Nou, denk ik kort, denk ik, als iets doen we het tijd even lang gaan. Matchmaking waar mensen echt kaart gaan voor gaan kopen en op tijd, want al deze ideetjes worden allemaal uitverkocht, dus wees op tijd bij allemaal. 200.000 euro. Ja. Ja. Dan moet ik een maand voor werken, dat is een hoop geld, jongens. Ik ga grappen, hè. De volgende! Op eigen camera mee. Ik denk ik laat die grappenmaker eerst praten. Nee, eerst de andere grappenmaker, hoe jullie kunnen weer in het huis. Kijk eens, Vreeuwen. Je weet, jullie net de lang 501, mijn oude adres. Registratienummer 101-365-195. Jongens, kijk eens, Hagenees hier in Eindhoven. Welke buurt, jongens? Evison. Woensel. Met Jipa Wali en samen met Hooligan. Twee grappen maken ze bij elkaar. Waarom zo kennen we het allebei op? Heewa. Ja toch? Dus zo, zo. Ik heb ook veel fans in Marokko. We hebben wat Walikum Salaura, Ramadullah, Barakat, Alhamdulillah. Shofa, de comedian Kabira, de Smita, de Najib Amhali. En ja, Taref en Al-Hoppa, de comedian. Alhamdulillah. Jullie hebben net gekeken naar een van mijn zondag, wat ik eigenlijk beleefd heb. Dat is dan in Eindhoven de persconferentie. Infusion doet een $200.000 toernooi. Prachtig mooie opzet vind ik zelf. Ik denk dat het ook heel spannend gaat worden. Ik probeerde je natuurlijk een beetje te strikken. Maar ja, dat is ook een beetje mijn baan om uitspraken los te maken. Maar toch, je weet voor de rest, ik vind je gewoon echt een toppe gozer. Verwachten één deze dagen natuurlijk de vlog over het Infusion toernooi. Nou ja, duimpjes omhoog en blijf abonneren. En tot gauw.